kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe commentary hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we het hebben over Call of Duty Ghosts. We gaan weer eventjes wat dieper in over wat informatie die is vrijgegeven en dat wordt leuk. Allereerst gaan we hebben over Domination, daar kom ik zo meteen op terug. En daarnaast gaan we het hebben over de Killstreak Maniac Juggernaut. En daar gaan we even wat dieper op in, aangezien er weer wat dingetjes zijn vrijgegeven. Maar allereerst even over de gameplay. De gameplay dat is op Mission samen met mijn ACR, mijn grote vriend de ACR en mijn medespelers Noor en Dropbox. Schiet ik hier een MOAB op Mission. En aangezien jullie misschien wel weten dat Mission eigenlijk niet zo'n MOAB map is voor mij. Dus dan weten jullie dat. Alvast een MOAB. Ik ga eerst een paar keer dood. En daarna kom ik op streak. En daarna ga ik nog een paar keer dood. Maar die MOAB die is zeker binnen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik deze gehaald heb. Nou ja, een tijdje geleden, het is vorige week. Maar er is ondertussen zoveel gebeurd. Ik heb zoveel gameplay gehaald dat ik eigenlijk niet meer echt precies weet hoe ik hier speel. Behalve dan dat ik met mijn ACR speel. En mijn ACR is mijn grote vriend. Dus dan weet je ook weer dat dat helemaal goed gaat komen. Nou, laten we eventjes gaan beginnen over Domination in Ghost. Domination in Ghost is namelijk weer anders dan we in Black Ops 2 zijn gewend eigenlijk. In Black Ops 2 hebben ze een nieuwe verandering toegevoegd toen de tijd. En dat was dat je namelijk één keer 5 minuten speelt en daarna nog een keer 5 minuten en dan zeg maar van kant wisselt. Dit was tot grote frustratie van een heleboel mensen in ieder geval. We vonden het allemaal niks, want op het moment dat jij kan wisselen halverwege de game naar een andere kant, dan ga je uit je flow, zoals dat heet. Of in ieder geval, je kan uit je flow gaan, dat je in één keer heel bies gaat en dan in één keer heb je zo'n doodmoment. Iedereen die spant weer, iedereen kan weer, weer zich soort van tactisch opzetten en dan ben je gewoon weer helemaal naar de kloten. Dus dat kan nog wel eens een nadeel zijn voor sommige mensen. Ik heb zelf Domination ook als best wel vervelend ervaren in Black Ops 2. Sowieso, de game is niet echt helemaal. Hè, dat je zegt, hé, dat is jouw vol. Maar weet je, dan krijg je een Domination en dan zelf met die dubbele wissel. Dat is ook, ik vond het niet zo fijn. Maar in ieder geval, in Call of Duty Ghosts gaan ze dat weer terugbrengen naar het oude zoals we kennen. In ieder geval in Modern Warfare 3. In Modern Warfare 2 eigenlijk zoals we altijd gekend hebben. Dat je gewoon 10 minuten speelt en je speelt gewoon. Gewoon niks halverwege een pauze. Niks halverwege koffie drinken en weer beginnen. Nee, niks. We beginnen gewoon weer helemaal van vooraf aan. En je moet gewoon zorgen dat je goed staat. Sta je niet goed, dan heb je pech. Dat is Call of Duty Ghosts. Domination komt weer terug zoals we kennen in Modern Warfare 3. Hartstikke fijn. Super nice. Ik ben er in ieder geval blij mee. Laten we verder gaan met Call of Duty Ghosts. En dan krijgen we de Maniac Killstreak. En de Maniac Killstreak is een assault killstreak die we kennen, of die we gaan kennen in ieder geval. Die zit in de assault strike package, die je met 10 punten, zo heet het, 10 punten, dus niet 10 killstreak, maar een 10 punten streak kan halen. Dat betekent dus elke kill die je maakt telt mee als punt, maar ook een cap en dat soort dingen. Dat telt gewoon mee. En dan kan je hem als 10 streak kan je hem krijgen. De Maniac. En de Maniac Killstreak heeft een aantal dingen waarvan je denkt van, dat kan best wel OP zijn. Sommige dingen ook wat minder OP. En dat je denkt van, oké, gelukkig zit dat er wel in. Ten eerste, de Maniac Streak, dat houdt in dat je een Juggernaut bent. Oftewel, je hebt een High Damage Resistance vest aan. Dat je, wat is het? Een heleboel kogels tegen kan krijgen. Hè? En daarnaast kan je ongelimiteerd sprinten. En dat is wel een heel groot nadeel. Dat ik dacht van, dat wordt wel wat. Dat je gewoon echt als een beest rond kan gaan. We kennen in Modern Warfare 2 de Unlimited Sprint. Die komt ook weer terug in Ghost. En die zit ook vast aan de Maniac. En dat is, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar ik vraag me af of dat nou wel echt een goed idee was. In ieder geval, je kan echt rushen als een gek. Daarnaast ga je kijken naar hoe krijg je eigenlijk de Maniac. En de Maniac die haal je dus 10 punten en dan krijg je een care package. Op het moment dat je die care package krijgt, die moet je dus op een redelijk tactische plek moet je hem gaan neerzetten. Zodat je hem niet kwijt gaat raken. Op het moment dat je hem kwijt zou raken, dan ben je best wel genaaid. Want het is een best heftige streak als je die verliest, weet je wel. Een Juggernaut is nooit echt fijn om te verliezen. Ik zelf in Modern Warfare 3 vond ik het nooit echt heel fijn om hem mee te spelen. Maar ja, weet je, het is een streak. En als die niet al te OP is, dan vind ik het vaak wel prima. Nou, ik zei al net dat die heavily armored is. Oftewel, je kan gewoon een heleboel kogels tegenkrijgen. Daarnaast krijg je ook op het moment als je de streak activeert, dan krijg je de throwing knife erbij. Oftewel, je krijgt er één bij. Je kan hem niet replenishen. Je kan hem niet nog een keer krijgen via scavenger.
Je krijgt gewoon een throwing knife, eentje erbij. Dus op het moment dat je een throwing knife gebruikt, moet je hem gewoon weer oppakken om hem verder te gebruiken. Dus dat is wel handig voor mensen die op een afstand staan en met een LMG misschien aan het schieten zijn. Dan kan je gewoon een throwing knife gebruiken, mits je natuurlijk een beetje kan gooien ermee. Daarnaast, en daar ben ik wel heel erg blij mee, is er een limited health. En de limited health houdt in dat je niet regenerate. Oftewel, jij wordt geschoten en je wordt een beetje rood, dan blijf je rood. Je gaat niet nog een keertje eventjes weer helemaal in een hoekje zitten en wachten totdat je weer gezond bent, zeg maar 100% bent. Nee, stel je bent na een gevecht 80%, dan blijf je 80% en dan ga je door totdat je tot de nul bent. Ben je bij de nul, is gewoon je streak afgelopen. Daarom is dit een aparte streak. Waarom? Omdat de streak zelf, of de juggernaut, die telt namelijk niet mee naar een nieuwe punt. Oftewel, de puntstreak die stopt, zeg maar. En dat is heel apart. Waarom? Je kan niet meer doorgaan naar een hogere streak. Als jij 10 streak hebt gehaald, je krijgt die juggernaut en je hebt daarnaast nog een 14 streak. Nou ja, dan kan je willen wat je wil, maar je kan die 14 streak nooit halen. Waarom niet? Omdat elke kill die je maakt, die tellen namelijk niet mee. Dus uiteindelijk stopt die streak gewoon als je doodgaat. Dus daarom is het slim nadenken op het moment als je hem gebruikt. Zet geen hogere streak in dan de Juggernaut Maniac. Ik weet niet aan mijn hoofd. Dat is volgens mij was het niet de hoogste streak. Nee, dat weet ik zeker. Dat heb ik zelf verteld, hè? Dan weten we dat ook. Dus dat is wel handig om te weten. Ik denk ook dat dit wel goed is dat dat zo is. Want anders is die echt heel OP. Want ik ga ervan uit dat als je de Juggernaut inzet, dat je sowieso wel een paar kills ermee kan maken. Laten we zeggen dat jij 4 kills kan maken ermee. Misschien een vijfde. Nou, dat zou betekenen dat als jij als de puntstreak gewoon door zou tellen, dat jij gewoon 10 streak hebt plus 5 gratis kills bij wijze van. En dan zit je al heel makkelijk aan de grotere. Dus in ieder geval, dat hebben ze gecounterd door dat niet te doen. En dit maakt de Juggernaut Maniac waarschijnlijk in de loop der tijd ongewild. Omdat het in een Assault Killstreak package zit, betekent dat gewoon heel erg dat je dan dat als hoogste hebt. En aangezien je dan uiteindelijk dood zal gaan, zeg maar, voordat je die streaks gaat behalen of voordat je weer verder kan, betekent dat gewoon dat je een aantal streaks moet opgeven. En ik denk niet dat veel mensen dat fijn vinden. Op het moment als de MOAB erin zit, die, zoals ik al zei, 9000% mogelijk is, dan haal je die gewoon nooit. Ik ga ervan uit dat die dan ook niet meetelt. Stel je hebt 25 kills nodig, je hebt 10 streak, je gebruikt de Juggernaut en dan is het daarna over. Ik zit net wel te denken en ik denk, ik zei net iets en daar ga ik meteen eventjes mezelf mee counteren. Ik zeg net 10 streak is het hoogste wat je kan halen op het moment als je de Juggernaut inkoopt, maar aangezien het een care package is, kan je natuurlijk eerst door gaan schieten totdat je 15 of 16 of 17 kills hebt en daarna pas de Juggernaut in gaat zetten. Maar ja, dat lijkt me ook niet heel erg handig. In ieder geval, het is wel een mogelijkheid, dus daarin vergist ik me net heel eventjes. Gelukkig kan ik denken en praten tegelijkertijd. En dan is het ook eigenlijk heel erg leuk dat ik in deze gameplay een Juggernaut zie. Dat is eigenlijk onbedoeld. Dat vind ik wel heel grappig, dat je een gameplay gebruikt waar een Juggernaut in zit en je gaat het over een Juggernaut hebben. Dat is toch cool. Hey, thumbs up, jongen. Dan moet je sowieso thumbs up voor geven. En ik was echt bang voor die Juggernaut, kan ik me herinneren. Want ik zat hier al langzamerhand op streak en zo. En toen uiteindelijk kwam die Juggernaut. En dan ben je een beetje bang dat je gekild wordt door die Juggernaut. Dus ik was heel erg aan het rennen. En toen hier een beetje even in het hoekje even verschuilen. Daarna zie je ook nog eventjes rechts onderin dat ik speel met de specialist streaks. En dat ik er eentje vergeten ben. En dat is ook heel erg logisch. Dat had ik de vorige keer in de video ook verteld. Ik was zo dom om zeg maar 2 streaks in plaats van 3 streaks aan te doen. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, de Juggernaut killstreak die komt in Call of Duty Ghost. En ik denk dat een heel erg gewilde streak is in het begin. Maar niet later. Als ik hier nu kijk naar een tekstje, stukje, dan staat er ook: de Maniac does not earn points towards your point streaks for taking out enemy players. If you have a higher level point streak selected, wait to unlock that before calling in the Maniac. Dus oftewel, dat zegt precies wat ik net zei over dat je dus wel hogere killstreaks kan gebruiken, maar dat je die eerst gewoon moet halen voordat je de Maniac in gaat callen. Nou, de Maniac en Knife, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat je de eerste komende 2-3 weken, dat je hem heel veel gaat zien. En ik denk dat het daarna gaat afbouwen en dat mensen er eigenlijk wel klaar mee zijn met die Maniac. Ik hoop het ook, want ik ben nooit fan geweest van de Juggernaut. De Juggernaut vind ik echt zo'n dooddoener. Je bent aan het spelen, je zit op zo'n streak. En in één keer komt zo'n Juggernaut. Dus daarin ben ik wel heel erg blij dat hij in de Assault package zit en niet in de support, zoals bij Modern Warfare 3. Dan ben je echt gewoon fucked up, weet je wel. Als je een, in, trouwens, ik moet zeggen, in de support package zit er ook trouwens een. Maar dat maakt
op zich verder niet uit. Hier komen we langzamerhand tot het einde van de gameplay. We zien hier dat ik de Moab heb ingekald. Een verder prima potje op mission. Ik ga een paar keer dood. Heb een redelijke score. En dan is de informatie over Call of Duty Ghost voor dit keer weer voorbij. En ik ga sowieso de komende tijd ga ik weer goed opletten of er heel veel informatie vrijkomt. En dan ga ik er zeker video's over maken. Want ik heb zoveel zin in Call of Duty Ghost. Dat is niet normaal. En ik denk dat er een heleboel op zitten te wachten. Als je kijkt naar GTA 5. Iedereen die speelt nu GTA 5. Iedereen is klaar met de oude games. En die wil graag naar de nieuwe games. En ik denk dat Call of Duty Ghost en Battlefield 4 en natuurlijk alle andere games die komen een heleboel twee gaat brengen op YouTube. In ieder geval, vergeet niet te liken en een comment van wat jij vindt over de Call of Duty Ghost Killstreak Maniac Juggernaut. En ik zie jullie de volgende keer weer. Later jongens.